Zo zagen de kelderboxen er maandenlang uit. Hoewel het lek tijdelijk is gedicht en het rioolwater is verdwenen, zijn de bewoners van de Pieter Langendijkstraat zeker niet tevreden. Nou, we zijn nog steeds allemaal verkouden, want kijk, het is natuurlijk niet echt opgelost. Het is een tijdelijke oplossing wat ze nu hebben geplaatst. Maar de lucht hangt er nog wel. En ja, dat gaat er ook voorlopig nog niet uit. En de schimmel zit ook nog steeds op de muren. Ze hebben het één keer helemaal schoongemaakt. Ja, toen stond het daarna weer onder water. Woningbouwcorporatie Haag Wonen stelt een huurverlaging van 60% voor. Met terugwerkende kracht van 7 maanden. Is wel een goed teken, maar ja, wij vinden dat we recht hebben op meer. Want wij hebben 6 maanden in de ellende gezeten. En wat we eigenlijk nog belangrijker vinden is dat er een onderzoek komt naar wat het voor onze gezondheid doet eigenlijk. Want ja, al die schimmel en al die lucht die we al die maanden hebben ingeademd is niet goed voor onze gezondheid.